Ik ben Alice. Ik werkte al in het ziekenhuis als verpleegkundige. En ik heb altijd de uitdaging gevonden op een ambulance te werken. En voor de middencomplexe ambulancezorg heb je eigenlijk alleen verpleegkundigen nodig als een vooropleiding. En dus was voor mij dit de ultieme kans op die gele auto te rijden. Ja, aan deze zijde luid en duidelijk. En nog een goede dienst verder. Hier zien we Citygids, waarbij we het kunnen laten zien aan de meldkamer waar we zijn. Nu staat hij op post. We hebben dus nog geen ritje gehad. Maar als hij er binnenkomt, dan zie je hier het hele verhaal van de patiënt waar we naartoe gaan. We komen ook in thuiszorgmomenten dat we de patiënt bijvoorbeeld van een valpartij moeten helpen om op te staan, hè, om weer in bed te komen. De patiënt weer rechtop in bed legt, eventueel nog een help bij de persoonlijke verzorging en dat ze weer lekker door kan slapen in de nacht. Maar je ziet het ook wel dat mensen, dat je ze thuis ophaalt en zegt van ja, dit gaat gewoon echt niet meer. Ze hebben echt hulp nodig in het ziekenhuis, dat ze zo blij zijn dat we er zijn. Oh, je bent er al. Nou, dat is zo mooi. Dit is de fantastische nieuwe ambulance die eigenlijk identiek is aan de A-ambulance. Als we bijvoorbeeld kleine kinderen rijden of mensen die terminaal zijn, dan mocht er altijd iemand mee rijden als familie. Wat natuurlijk heel prettig is voor het kind of voor de ernstig zieke patiënt. Ik realiseer me ook elke keer weer als we dan in zo'n huis komen dat je echt in een intieme zone van een patiënt komt. Het is niet alleen maar bij de voordeur, maar je komt werkelijk in de slaapkamer, badkamer, toiletten. Of je moet patiënt toch nog helpen met het inpakken van spulletjes. Een fotolijstje of wat ook. En dan merk je echt wel dat patiënt zegt, oh ja, nu heb ik echt alles. Ja, nou is het goed, dankjewel. Of ook tijdens de rit dat je echt wel een pittig gesprek kan hebben. Waarbij patiënt van, oh, ik vond het fijn dat ik heel even mijn hart kon luchten. Dan denk ik, ja, daar doen we het ook voor. Heb je altijd al de droom gehad om op zo'n auto te rijden? Grijp nu je kans, want je hebt niet heel veel nodig om hier te komen. Behalve de opleiding die 2 maanden duurt. Het is superleuk. Welkom!